Goedendag. Ja, kan je me helpen? Ja, wilt u coke kopen? Waarom? Of u coke wilt kopen? Je mag hier bij je handen tegen de muur opgestaan. Ja hoor. Ik weet niet wat ik nou voor doe, is niet illegaal hoor, wat ik verkoop. Vraag je nou letterlijk of je coke wil kopen? Ja, Coca-Cola. Coke. Ja, ja. Ja, kijk maar. Mag mijn auto zelfs controleren. Ja, dan gaan we dat eens even doen. Zeker als dat mag. Jongen, jongen, jongen. Goed, je hebt geluk. Maar, voor het vervolg, het is niet echt handig om bij een ambtenaar te vragen of dat die coke wil kopen. Niet echt een slimme zet, pik. Dat weet ik wou eens kijken hoe een politieagent reageert op Coca-Cola vervolgens. Ja, bij deze. Ja, het is nou niet echt een slimme zet, pik. Is goed. Ja? Ja, is helemaal goed. Goed zo. Hey, fijne dag nog. Ja, van hetzelfde, lief zijn, hè? Jo, komt goed. Heel hoi. Research duurt de stiltevoeteren blokkenpak. Gaat richting het ziekenhuis. Ja, moltreden zit erachter. Oké, de hekjes die mogen bij blokkenpark weg. Oké, politie, bedankt voor de goede begeleiding. Geen probleem. Weg mag weer open, jongens. Motorrijder aan de kant. Ga de snelweg op. Motorrijder, kom op links. Inheerden op deze locatie. Gaat van de snelweg af, de persoon. OC, ik wil graag toestemming voor een pit als de snelheid het toelaat, over. ...3208, staat ze in. Vier staat er zijn op de motor, over. Herhaalbericht. Komt een gestolen voertuig richting Blokkenpark, over. Gaat rechtsaf richting de snelweg, richting het noorden. Zal ik koppelen of zit er al genoeg? 27 is net ook al gekoppeld. 04 okay, koppel blijf met de motor, over. 08. Meneer staat voor het ziekenhuis nu. Blokken. We zijn er zomaar verdwenen. Nou, dat kunt u laten zien. Dan krijgt u dan de cv gewoon goedgekeurd. Dan kan u nog laten rol aanvragen. Verder kunnen we niks meer bedenken. Staan blijven, politie! Pak snel zijn motor. Hij rent te voet richting Blokkenpark. Ik pak even een VP-auto, die is dichterbij. Staan blijven worden geschoten! Kijk uit, personeel! Hey, handen omhoog! Laat je handen zien! Wat is dit? Laat je handen zien! Hé, even in OC, doe ik mijn handen omhoog! Omdraaien, X! Omdraaien, nee. Handen omhoog! Wat heb ik gedaan? Omdraaien! Oké, maar wat heb ik gedaan? Je kunt veilig naar hem toe lopen.
Zijn die magol die debiel loopt te doen? Ik weet wel, weet ik veel, je wist je niet. Wat is er, jongens? Collega buisleider. Meneer met de motorrijder, de eerste. Maar heeft de collega persoon nog in het zicht? Ja, we hebben hem staan gewoon. Oh, oké, dat is vernomen. Eerst op mijn benen. Collega boeien, man. Zit u een boeien? Ik ben niet dood, ik ben spoondood. Maar wat heb ik gedaan, heren? Is niet zo handig allemaal. Moet er even transport. Wat heb ik gedaan? Meneer, we blijven daar gewoon staan blijven. Oh, wacht. Deze Mercedes. Dat is allemaal cultuur. Meneer, ik ben niet verplicht te berecht op een advocaat. Mijn collega heeft gezien dat u een wagen stilt die bij blokkenparken tegen is. Bent u op de vlucht geslagen voor de politie? Nee, ik ben niet op vlucht geslagen. Nogmaals, u bent niet tot antwoord verplicht en u hebt recht op een raadsman. Kunt deze niet voorlopen, dan krijgt er eentje toegewezen waar de staat. Is dat duidelijk? Ja. Hartstikke mooi. De 13 is een rijder dat ongeluk over. Nou, dan zeg even, de komt gezellig naar je toe. Ja, de ook even het ongeval. Moet de 22 ook nog koppelen? Negatief. Nou, 02, dat is een gezellig persoontje die naar je toe komt. Jezus. Oh, hij vraagt nu naar mij? Ja, hij zegt heel wijs te doen met pas over 24 uur mag je hem innemen, dit, dat, zo, zo. Heb ik hem ingenomen, ik gaf hem 2 minuutjes. En nu is hij pist omdat ik hem in beslag heb genomen. Nou, gaat hem een beetje uitschelden, dit, dat. 32:13 is de plaats over, voertuig is omgeslagen, ligt op zijn zijkant. Wat verdorie. Zeg maar dat hij vet naar AB moet komen nu. Ja, dat zei ik ook. Hij zei ook al, dan ga ik nu naar het 02. Hallo meneer! Dus poefpaf, pief, weg. Ja! Nou, zit je bekneld? Ga maar gerust, er gebeurt helemaal niks met me. Ja, godverdomme. Godverdomme, ga je voor elkaar, man. Laat even mijn auto staan, jongen. Ik zet alleen de weg beter af, dat wij ons werk beter kunnen doen. Hey, die kunnen er gewoon doorrijden, toch? Als er VOA bij het ongeluk nodig is, moet u met zeggen. Positief, natuurlijk, kunt u met de VOA aan mijn kant op komen, over? Ja, positief, VOA is onderweg. Iedereen is al gebeld, hoor. Alleen ze komen niet. Maar vanuit ons sturen we ook even de VOA, de verkeersongevallenanalyse. Die komt even alles op van VP, onderzoeken. Of niet? Oh, dat wil ik niet, hoor. Dat wil ik niet. Nee, dat wilt u niet. Waarom? Nee. Waarom niet? Ja, het moet toch gebeuren, meneer, want met zulke ernstige ongelukken moet de VOA altijd bij zijn voor onderzoek. Ik vind de VOA eng. De VOA... 02 voor de 13, over. Ja, geef bericht. Ja, we hebben meneer ingelicht dat de VOA onderweg is, alleen hij geeft aan dat hij dat niet wil. Het heeft alle schijn van dat alle schuld aan zijn kant is. Meneer gedraagt zich heel verdacht, over. Als nog komt de VOA ter plekke. Is vernomen. Is de ambu al ingelicht, collega, of niet? Volgens de bestuurder was alles ingeschakeld. Oké, ben benieuwd. Goedendag. Je moet even wijzen. Kunt u een locatie sturen voor de VOA? Oké. Ja, als locatie gestuurd, over. Ja, bedankt. Goedendag. 02, ambu is inmiddels ook de plaats, over. Nu valt hij weg. Oké, dat is vernomen. Hij valt weg. Hallo, goeiedag. Hij zit achter het stuur. Meneer, kunt u mij horen? Ja, ja. Hallo. Oké, ik kreeg een melding dat u veel last had van uw nek. Dat u die bijna niet meer voelde. En van mijn rug. Oké, dan gaan we even voorzichtig doen. En dan ga ik alvast even een... de MMT bellen, omdat de kans dan is dat uw nek of rug is gebroken. Dat hoeft niet. Weet je dat zeker? Vliegtuig. Ja, dat is gewoon een ambulance, gaan we dan bellen. Ja, nee, ik blijf hier wel zitten. Oké, nou, ik ga u... u moet even wachten. Zit u zo comfortabel of gaat het zo niet goed? Nou, ik voel toch niks doen. Oké, geef maar een klein momentje. De 1231 aan OC. Goedendag, meneer.
Goedendag. Heeft u beschikking tot een sleepdienstje? Ja, dan zou ik even moeten terugrijden. Ja, is geen probleem, we zijn hier voorlopig nog niet klaar. Oké, dan ga ik even heel snel naar de weg. Ja hoor. Voorbij. Goed, ik zal even onderzoek instellen. Oké, de gespecialiseerde mensen zijn op dit moment onderweg. Ik ga dus even kijken of ik u hier veilig uit kan krijgen. Denkt u dat u zelfstandig eruit kan komen, of niet? Nee. Zal ik even aan de vraag uit welke richting die vandaan kwam? Oké. Wacht even, eerst de ambu even zijn ding laten doen. Sorry? Ja, oké. Nee, eerst moet die foa. En Matthijs is ook onderweg. Bedoelt u de MMT? Nee, de verkeersinspectie ding. Die gaat eerst onderzoeken, toch? Hoe het ongeluk kan gebeurd zijn. Nou, we gaan eerst even u eruit halen, meneer. Daarna gaan we kijken hoe dit allemaal is gebeurd. Dus, als ik blijf even zitten. Ja, als u even rustig blijft, dan is de MMT onderweg. Ga even een slaapje doen. Nou, meneer, dat lijkt me niet een ontzettend goed idee. Als u even wakker blijft, dan is dat beter voor iedereen. Meneer Dambu, heeft u misschien hulp nodig om een persoon uit het voertuig te krijgen? Ja, als dat, als u dat kan, dan zou dat zeer fijn zijn. Laten we even kijken wat we kunnen doen voor u. Helpt u mee? Ja, ik help mee. Meneer, blijft even bij ons. Meneer. Gebruik nou niet in de magie, verdorie. Oké. Laat even de meneer hier naartoe slepen. Ja. Ja, de dead emote spier doen. Oké, u voelt uw rug en nek niet. Oké. Ja. Collega van de Mark, ik ga je baby even verplaatsen, want het kruispunt wordt even afgesloten. Ik hoef toch niet met een vliegtuig, hè? Nee, u gaat waarschijnlijk met de auto, maar ik kan het niet garanderen, want ik ga er niet over. Even gaat voorbij. Kan ik de status krijgen van de MMT? Hier. Hallo. Goeiedag. Persoon hebben we net uit de auto gehaald. Voelt zijn rug en nek niet meer en voor de rest niet veel. Goedendag meneer, kunt u me horen? Collega, ik heb je auto even daar neergezet. Hey. Lekker ding. Ja. Hoe is het? Goeiedag meneer, wat is er gebeurd? Kunt u me dit uitleggen? Ik ga even een nek daar neerzetten. Ja, waarschijnlijk weet ik eigenlijk ook niet. Ik zie auto's. Diegene die nou naar de BMW een markt rijdt, even hekken neerplaatsen, dan kunnen we ze niet langs. Was ik ook van plan. Topper. Doei. En toen kwam er een meneer. Locatie negeren hoor, sorry. Ik ging dus expres voor me staan. En ik ging mij een, zo'n getrainde, hoe noem je dat, tegen je bumper aan, weet je wel. Dus dat ze aan de zijkant met hun auto gaan. Dat was een autoagent volgens mij. Okay. En toen ging hij me zo aan de zijkant laten slippen. Dus ik viel op mijn bakken, ze. Oké, meneer. En waar heeft... Ja, heb ik het zo goed neergezet? Gewoon twee borden? Ik zet er even eentje op de stoep. En eigenlijk voel ik mijn benen ook niet. Voelt hij naar de rug binnen? Ik heb geleerd dat ik misschien verlamd kan zijn. Dat zou dat klopt. Kunnen, meneer. Collega, dan is het beste dat we even met een heli deze kant op komen of wil je de ambulance proberen? Nee, dat hoeft niet. De 08 is aan mijn rug. Goedenavond. Zouden we meneer toch in de auto kunnen vervoeren? Oh nee, ik durf niet. Nee. Ik heb nog geen rijvaardig gehad. Nee, dat durf ik niet. Nee, doei. Dat gaat met de... Dat is ook niet nodig op dit moment, maar het belangrijk is snel voor de patiënt. Meneer, dus even veel last van... Collega, kan je vast de brancard en schip elkaar pakken? Dan ga ik liever in een politieauto. Zo, bent u bang voor de ambulance? Ja, trauma. Wat is die trauma precies, meneer? Ambu? Ja? Zou u erachter kunnen komen wat er exact gebeurd is? Ja, wat we tot nu toe weten is dat een persoon is gebumperkleed en daarna is met de zijkant van
de auto tegen zijn achterkant van de auto aangereden, waardoor de auto uit route is gevlogen. Hij denkt dat de persoon een oud politieagent was, maar voor de rest had ik niet meer kunnen vernomen. Wilt u natuurlijk gewoon Plat hier gewoon, dan gaat hij door. Is het in een bocht gebeurd of is het op rechte weg gebeurd? Dat is heel belangrijk voor mij te weten qua spooronderzoek en alles. Dat zal u toch even zelf sowieso moeten vragen, dus kan ik jullie geen Kan ik er nou bij of moet ik even wachten? Ik ga het even bekijken. Ja, bericht. Ik heb zijn hartslag bekeken, meneer, wat is precies gebeurd? U was weg. Ja, mijn stem die deed het even niet. Oh, die heeft last van de stemband, collega. Ja. We gaan hem op de beschermbank aanleggen, dan komt de normale bank aan. Nee, ik ga En dan ga je onder begeleiding van de politie, gaan we naar het ziekenhuis toe. Heeft er vaker een traumapatiënt meegenomen? Ik ga niet mee hoor, dat wil ik niet. Ik nog niet. Kan je even persoon behandelen, dan leg ik... Je hebt er vaker een trauma geleden of nog nooit? Nee, nog nooit. Het is gewoon, je rijdt met spoed, sirenes, toeters en bellen aan, onder begeleiding van de politie. En je rijdt aan een invloedende door, het gaat niet hoe hard je reed, dat zo snel mogelijk is, maar het een invloedende leen gaat. Oké, ik speel dit moment even op een ander netvlies, waardoor het misschien een beetje kan haperen, maar ik denk dat het wel moet lukken. Is goed, dan ga ik even met meneer overleg hier met de agenten. Ja. Ja, ik rijd wel mee onder begeleiding. Geen probleem, maar goed. Over de EP. Ja? Geen een klein mensje. Kunt u een begeleiding voor ons starten? Dat kan, Mark die rijdt er maar mee en eventueel de A6. Ja, voor begeleiding naar de weg wordt afgezet. Ja, dat kan. De Audi A6 kan er mee rijden en komen, maar heli is momenteel niet mogelijk, omdat persoon met spoed naar het ziekenhuis te moet. Mm-hmm. Als de heli eerder was opgeroepen, hadden we met de heli meegenomen, maar dit is nou de beste oplossing voor op dit moment. Dat is mogelijk. De Unmark kan met jullie meerijden en de Audi A6. Is goed, dan ga je persoon helpen. Is goed, dan ga ik verder spooronderzoek starten. De 22 NOC. Zal ik naar de rand... Is het goed dat de 29 en de 22... samen ga je? Dat is goed, denk ik. Ja, doe maar. Is normaal. Attentie alle collega's opgepast, de rechterweg zal worden vrijgegeven. Steve, kun jij de hekjes weghalen, over? Ja, dat komt zeker goed. Ik moet zo even wel naar het blokkenpark. Nou zijn ze de persoon aan het prepareren, zodat die zo snel mogelijk in de ambulance getransporteerd kan worden. Wij zullen daarop voorop gaan rijden. En er zal waarschijnlijk een A6 van de politie bijrijden. Zodat we het spoedtransport zo snel mogelijk kunnen voortbewegen. Heren, laten we gaan beginnen met het spoedtransport. Dat is, weet ik veel, 20 keer. Ambu? Dit duurt een beetje lang jongens, even de spoedtransport. Kom. Persoon moet, nee, persoon had geen uitslag, om moet eerst uitslag hebben dan wel. Ja. Groep wordt geladen. 3. Oh, oké, ik werd hier al voor uitgeschoten op het kruispunt. Dus het gaat om een zo'n lesauto van de ANWB. Ik kom je kant wel even op. Ja, zonder het is al weggereden hoor. Oké. Uh, 02 voor de 13 over, dit duurt wel heel erg lang, ze moeten nu echt aan de schotpoort gaan beginnen over. Ja, ik heb het doorgegeven. Want voordat de persoon weer wegvalt. Als hij weer wegvalt, dan trekken we een stok eruit. Is de zuurstof er achter? Ja, de zuurstof is nog helemaal... Oh, hier rijden ze weer hoor, die lesauto. Ik nu wel mee. De dan is de zwaar te bepalen. Oké, ja. Dan leg hem hier op de brancard. Ik ga even naar de... Leg hem iets dichterbij. Een oproep voor alle collega's bij de kruispunten. We komen zo meteen richting Blokkenpark. Ja, bij
tweede kruispunt graag de middelste baan pakken. De wacht koppelt af. Doe ze even ook. Wie de 02 voor de collega's op het kruispunt. We zijn aanrijdend. Komt er nu aan. Collega's, de ambulance komt er nou aan, over. Het kruispunt weer los? Positief. En ik kan niet waar waren die aan een B-lesauto mensen? Weet jullie dat nog? Ik ga over bij de Piertje. Ja, de 13 koppelt bij met een markt. Oh, oké, prima. We zoeken. Voor dit gaat we richting HB. Zijn. 08 houdt even verkeerd tegen van kapotte auto van de ambulance. Als u eerst de Piet oprijdt, Mark, dan blijf ik eventjes achter u aanrijden. Langzaam. Ja, ontvangen. Klopt het dat de collega Mikkel had geslagen of zo? Niet dat ik weet. Volgens mij kreeg je een collega midden. Met dat blokken pakken tikkel in de was. Goeiedag, politie. Volgens mij de verkeerde spier. Ja, ik heb een politie gebeld. Wat is er aan de hand? Ja, daar staan twee personen met een Audi. Ik zei zo, of die kerel zei zo tegen die andere, wil je nou geld verdienen of niet? Nou, toen zei ik van de grap, ik wil ook wel geld verdienen. En toen zei die kerel, daar 27 uit even naar de 4. Ja, nou. Hoeft niet, we zijn al met z'n tweeën. Wat zei je? We zijn al met z'n tweeën, hoeft niet. Oh, oké. Okay. Dus daarom vind ik een beetje vreemd dat ze van die over illegale praktijken hebben. Oké, twee man zei je, hè? 32 van 9 staat 1. Oké, één auto, twee auto's. Eén auto, een Audi. Oké, dan gaan we even een kijkje nemen. Ja, ik ben anoniem, hè. Ja hoor. Ik denk dat ze achteraan staan, 13. Hij is vernomen. Ik rij alvast richting. Rij jij maar even voor. Positief en de twee man ook. De 08 is er staat zijn.
Ik wou net een mevrouw staande houden, maar die reed best hard en door rood een paar keer. En nu is ze gevlucht in haar appartement. Wat het ook is. Gewoon even vragen wat ze hier aan doen zijn. Ja. Goeiedag! Ja, 27 Hallo. Is aanrijdend naar de locatie, over. Wij kregen geen melding van een... De 02 gaat ook te plaatsen. De 32, 27 en de 32 naar de Jame koppel. Wat wil je doen? Nee. Kletsen. Kletsen. Ja. En waarover is kwamig? Waarover? Over geld. Over geld, oké. Ja, dat we geld willen verdienen, maar even kijken hoe. Oké. Mogen wij jullie wel fouilleren? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, jongen. Jij wel. Okay. Ik draai me even omhoog. Goed. Goed. Ja, hebben jullie voorwerpen bij jullie die ze erbij hoort hebben? Of voorwerpen waar we ons kunnen aan verwonden? Ja. Zeker misschien niet. Misschien een zakje net dat spul, maar dat is voor mijn geneeskunde, want ik ben een beetje ziek. Ja. Oké. Sorry. Eentje mag u inderdaad bij u hebben. Kijk, dat top. Want, ja, u heeft nogal een geldbedrag bij u? Ja, dan moet ik nog starten. Oh, sorry. Okay. Mijn excuses, meneer. Nee, okay, goed, u bent in orde, meneer. Wacht al, dankjewel. Voor u hetzelfde. Nee, we kregen hier een melding. Ik heb even een vraagje. Die Audi, op wie's naam staat die? Die is van mij, meneer. Ik heb vrijstelling om hier even te mogen parkeren. Maak even een ID-kaartje en een rijbewijs van u, alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Heeft u dan dat vrijstelling bewijs voor ons? Voor mij, misschien? Normaal gesproken mag je nooit parkeren. Ja, en helemaal niet. Ja, wacht even kijken. Jezus. Waarom? Hoezo kan ik nou niet lopen? Hendrik Huimsen. Oh ja. Er staat volgens mij aan het begin van dit pad. Kijk eens. Is, dus ik vraag me af hoe jij hier om moet parkeren. Ja, ik heb hier even toestemming voor. Van waar is dit? Gewoon vanuit de gemeente? Loop even mee. Even kijken, waar hem hoor. Ja. Oh. Geef me even aan mijn collega hoor, dan kan die me ook lezen. Ik weet niet helemaal. Hier, kijk jij ook even? Dan loop ik even met mijn nummer. Ja hoor. Want van wie is deze auto? Dit is mijn auto. En ik help Steven hier mee. En jullie dus. Dus dat jullie de persoon kunnen pakken. Want ik heb Steven's auto teruggevonden. En hij heeft toegegeven dat hij de bestuurder was. En dat hij de auto had gejat. Ja. En ze hebben ook bewijs. Dus daarom heb ik Steven een bericht gestuurd. Dat wij hier zijn. En hij zou regelen dat hij kwam met nog meer eenheden. Om hem dus op te kunnen pakken. Voor auto die 32, 27. Kun je toch even naar de pier toe komen? Oké, heb hem even geroepen. Ja, nee, is helemaal prima. Want dat was, volgens mij was jij laatst ook in die Audi, toen ik zei dat er een auto was gestolen, toch? Oh, dat zal best. Ik zie wel meerdere mensen die auto die gestolen doen, dus... Ja, nee, daarom. Oh, wacht, Gert, wacht. Ja, je moet even nog niks zeggen, hij weet namelijk nog van helemaal niks. Ik zei ook niks, ik wil alleen even meneer zijn ID-kaart vorderen. Oh, ja, is helemaal goed. 32-27, kunt u nog hier naar de pier komen, of...? Goeiedag meneer. Hallo. Heeft u even een ID-kaartje voor mij? Ik wil even weten wie je bent. Oh ja, tuurlijk. Geen probleem. Even kijken. Hoe werkt dat hier? Ik ben sinds kort hier dus. / geef ID. Oh ja, kijk. Ja, top. Kijk. Kijk eens, alsjeblieft meneer. Jury van Emden. Ja, klopt helemaal. En wat kwam je hier precies doen? Even kijken. Een mooi uitzicht hier en een zonsondergang. Daar hou ik wel van die zonsondergang hier. Ja, het is verder in orde. Hier heb je ID terug. Kijk, kom eens zo bij je terug. Ja, is helemaal goed. Dit is gewoon. Je weet dat hij van een vriend van mij was? Nee, dat wist ik niet. Dat was dus van de auto van Steve. Ah, oké. Okay. Wat voor auto was dat? Ging het dan om, die gestolen was? Ja, die grijze Abad van hem. Ah, oké. Okay. Nice, alleen Spider. Die even hier moet komen. Ik heb het even nagetrokken. Hij is verder in orde. Hij heeft alleen een theorie. Dus hij heeft nog geen praktijk samen gedaan voor zijn auto. Oké. Okay. Ja, klopt. Oh, hier is Steven's er ook. Yes.
Oké, dan kun je Steven hier laten komen en dan kun je luisteren naar Steven's verhaal. En dan kun je pakken. Steven, kom even hier. Ik blijf hier zitten, ga jij maar. Goedendag. Steven, luister even. Ja. Je kunt hem nu pakken met je collega's, zit daar op de bank. Als je even de collega's je verhaal doet, even precies zeggen. Waar zit hij? Daar op de bank achter je. Links even achter niet je. Gaan kijken, niet wijzen wat dan ook. Ja. Hij heeft jouw auto gestolen, hij is de persoon. Ja, hij heeft 2 dagen geleden heeft hij mijn auto gestolen. Heeft hem gewoon ergens achtergelaten. Hij heeft hem gevonden, dus dat vond ik heel goed van hem. Yep. Hij had geen stembanden. Ik zei een paar keer van stap uit mijn auto en op een gegeven moment deed hij dat niet. Hij ging er gewoon vandoor en met nog een vriend van hem die een bivak met op had, die gebruikte ook geen stembanden. Dus vandaar dat ik nog naar hem op zoek ben. Oké, dus rijden in een gestolen voertuig en rijden zonder geldig rijbewijs. Ja, duidelijk vooral. En mij ook nog blokken. Oké, dan gaan we over tot aanhouding. Er waren meerdere getuigen bij de ANWB trouwens. Het was bij de ANWB gebeurd. Ja, als ik een mooi hebben getuigen is. Oké, we hebben een waterdicht alibi. Ik ben ook getuige dat hij dus inderdaad de persoon is. Want hij heeft toegegeven aan mij dat hij de bestuurder was en dat hij de auto mee had genomen. Ja, oké, duidelijk vooral jongens dan. Dan gaan we over tot aanhouding. Ja, dat is goed. Top. Dankjewel Hendrik. Jo. Nou, ik zal hem nog even bedanken. Ja. Thanks man. Jo, geen probleem man. Yo. Dat weet je toch? Ja, ik had het druk man, met ongeval. Maar niet uit. Oké, komt goed. Zal ik hem even aanspreken jongens? Doe maar. Ja, oké. Goeiedag. Hallo meneer. Goeiedag. Weet je nog wie ik ben? Geen idee eerlijk gezegd. Geen idee. 2 dagen geleden ging jij een auto jatten bij de ANWB. Oh, ja, dat klopt helemaal. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Ja. Bij deze ben je daarvoor aangehouden. Oké. Oh, ja. Oké. Rijden in een gestolen auto. Mhm. En ook negeren van een... dat ik zei dat je moest gaan stoppen en uitstappen. En volgens mijn auto nog dumpen nog bij het ziekenhuis. Oh, met een vriend van jou. Oh, wacht maar neer. Dat van dat wat jij zei, dat heb ik in mijn oren niet gehoord. Mijn instellingen in mijn oren stonden niet helemaal lekker met mijn gehoorapparaatje. Oh, ja. Maar dat u dingen niet kunt horen, praat dan nu uw handelingen goed, hè? En bij deze bent u niet tot antwoord verplicht en u heeft recht op een advocaat. Kunt u deze niet voorlopen, dan wordt er eentje toegewezen tot de staat, is dat duidelijk? Ja hoor. Hartstikke mooi. En je reed ook gewoon zomaar weg met die vriend van je, echt staan bleef je niet. Ja, oké. Dus je wordt nu afgevoerd, wil je een advocaat hebben of niet? Ja, graag. Fysio, rotzak, wij er bij Jurre. Godverdomme. Is goed. Ik ga je wel verjeren voordat hij de bus in wordt gezet. Meneer is afgevoerd. Meneer had niks gewaardigd op zak. Oké, top. Ik zou wel even tijdelijk... zakje niet, maar dat is gewoon voor zijn eigen medicatie. Ik zou even tijdelijk even de telefoon innemen als jou is. Dus bij deze bent u aangehouden. Ik ga u in het voertuig zetten, pas op voor uw hoofd. Ja hoor. En dan wordt u zo afgevoerd. Ik ga dat nog even verder afhandelen naar mijn collega's. Ja. Toppie. Oké. Ik had gehoord dat je ook bij de ambu zat ofzo. Had ik gehoord van Hendrik dat hij bij de ambu zit? Nee, dat zal best, dat weet ik. Kleine tip, ik zou nog wel even zijn telefoon innemen. Dan kan hij contact opnemen met een advocaat zodra jij toestemming geeft, en dan kun je de telefoon overhandigen tijdelijk en daarna weer innemen. Ja, nee, is goed. Roos, kan je de deur even open doen? Ja, kan ik doen. Nou, dat is toch wel mooi, hè? Ja, mooie vangst, hè? Zeker. Goed werk. Ja. Ook dat nog, ja. Dus in welke zak zit? Nou, in mijn linker. In de middelste. Ja, maar niet waar, man. Je moet ophouden, joh. Je laat bij waar je bent. Zo, ja, ik heb hem. Ga ik de deur in? Oké, je gaat geen gekke dingen doen in de bus. Je gaat niet fietsen of schijten of weet ik het in de bus doen. Nee hoor. En je gaat niks vernielen. Alles op je eigen kosten. Ja. Top. Oké, maar wat de fuck zijn ze nou aan het doen? Oké, ik ga hem meenemen naar het bureau. Oké, vergeet geen procesverbaal op te maken in het mails. Alles vastleggen. Mijn mails, die moet ik zo nog even openen. Dus ik wou dat je hier ook nog doet. Ja. Dus, maar...
Lukt het zo verder of? Ja, jullie kunnen wel even mee voor de zekerheid. Zo even waar gaat irritant doen of zo. Ik rij wel op gepaste afstand achter jullie aan. Dus dan rij ik wel gewoon verder met mijn dienst. Want ik denk dat wel lukt met z'n twee toch? Ja hoor. Jawel, makkelijk. Ja, Roos is er ook bij Roos en ik rij koppel, dus. Nou, helemaal prima. Komt goed. Nou, oké. Okay. Prima. Dus dat komt helemaal goed. Hé, hey, bedankt. Succes. Yo. Hey Hendrik. Ja, wacht even hoor, momentje. Ik bedankt man. Winkeloverval. 3213 gaat aanrijdend op de winkeloverval over. 3213 ook. Ja, dat is even. Ik ga niet vergeten kogel mee de vest aan te trekken. Ja, dat ga ik nu doen, hè, Wil. Ja, is genomen. Oh, oh, oh. Hersenlozen. Winkeloof. Wat zie je daar? Spanning is sensatie. Ja hoor. Zit er een wagen hier achter? Ik zie nog niks. Nee. Is het hier links of rechts? Zie je deze? Ja hoor. Laat maar staan. En boy, houdt. Zijn er meer collega's die kunnen komen in deze overval? Vraag het. Robo, pak me niet. Ik wil terug mijn stamina. Jantje, wil jij eens onderhandelen aan de binnenkant? Ik? Nee, nee, nee. Nou, Jantje. Nou, oh, Jantje, ja, ga jij maar, Jantje. Is goed. Met je handen omhoog naar binnen lopen. Ja, ze weten dat ik kom. Nee, nee, dan moet je met je handen omhoog. Als je handen omhoog komt. En goed observeren wat je ziet, hè. Volgens mij zijn er twee mensen. Je moet gewoon voor de deur gaan staan, Jantje, en dan zeggen dat jij de onderhandelaar bent. Vraag wat ze willen en dergelijke. Hey, ik loop te klappen. Hey, Olle Griezen, alles goed, jongen. Niet naar binnen, niet naar binnen, niet naar binnen. Vraag wat ze willen, vraag wat ze willen. Toefje draaien, nu. 63 graden. Vraag of ze een hostage hebben of zo, want gisteren was het ook al bij de overval dat ze iemand naar binnen wouden, was die hostage van ons, dus draai toefje nu. Collega, pas op, komt een auto achteruit rijden richting jou. Dat is dat zijn de hoe heet het ook weer, de A-team. Ja, vernomen, dankjewel. Ja. Wat is jouw probleem, wat jij komt hier niet? Hou ons op de hoogte, hè. Hey. Ja. Goddomme, wat doet die NPC hier, jongens? Even serieus, leer rijden, joh, mokkel. Zou je vragen om mijn wapens, mag ik die afgeven? Negatief. Negatief. Naar buiten komen nu. Gewoon recht. Wat vroegen ze allemaal nog meer? Ik kon er weinig van maken, moet ik eerlijk zeggen. Weet je wat vroegen ze? Ja, je moet de portofoon gebruiken. Verder eigenlijk niets. Ja, ze praten wat Marokkaanse, linker op gebrabbel, één stond met een koevoet. En de handen heb ik niet gezien wat voor wapen die had. Ze zitten links, als je binnenkomt links achter de stelling zitten ze. Hey! Goddomme! Gek man. Domme! Die denkt ook dat hij jouw kant op kan rijden. Oké. Laat ik zo zeggen, duidelijke eisen zijn er nog niet gesteld. Ze vroegen om wapens, klopt dat? Ze wouden mijn wapens afnemen. Ik denk dat we hieruit kunnen opnemen dat ze ongewapend zijn, anders hadden ze het niet om gevraagd, lijkt mij. Ja, daar denk ik ook. Nee, zwijg, wacht, we hebben twee hostages. Zal ik naar de volgende auto gaan? Volgende punt charter? Ja, doen we. Alle twee terug naar binnen. Weg, kotje, nu. Kotje, nu. Twee, je hebt hostage gezien, hè. Het zijn er twee. Ze hebben twee hostages. Ze willen vrije doorgang.
Ja. Brent, zit je ook in deze porter? Rob. Ja, ze willen een vrije doorgang. Even ook voor jou. Ze hebben twee hostages. Ja, is het mogelijk dat jij en Max misschien in de heli gaan? Of zou ik dat zelf gaan doen? Momenteels zijn we aan het spotten naar dieren en naar boeven. Oké. Okay. Dus ja, boeven zeg maar kan je beter zoeken. Wat wil je liever? Wil jij dat je in de heli gaat, in de Zulu gaat? Jullie staan gericht op de deur? We staan zeer gericht op de deur. Oké, okay, dan ga ik wel naar de heli toe. Dan vertelt Jantje zo meteen wel even dat ze vrij door gaan krijgen. Dan ga ik hier boven hangen. Moet ze nog geschoten worden of dat niet? Alleen als ze zelf terugschieten, maar ik heb niet echt gezien dat zij een wapen hebben of iets dergelijks. Nee, ze vroegen naar mijn wapen, dus ik denk net wat Wil zegt, dat ze ongewapend zijn. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Escort toe! Auto's weg hier. Schiet alleen als jullie een gevaar vormen voor de twee agenten die zo rechts blijven. Ja. 32.08 status 1, wat kan ik rijden? Ik ga het nu met spoed naar een winkelbevel, hier is de lookout. Oké, moet ik deze pakken of moet ik Zulu pakken? Wat wil je? Ik ga nu naar, jij mag anders ook wel Zulu gaan als je dat gaat. Kan er iemand met me mee of zal ik het zelf doen? Als je in één kant zou het nog makkelijker zijn, dan blijven wij hier met z'n drieën. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen, juist. Auto ja, weg! Top, anders rij ik namelijk naar het overhoop. Dan mag jij je schrijven. Anders land ik hem daar ergens in de bus. Moet ik verder onderhandelen? Oh, dat is dan handig. Kom ik wel naar Overo. Rij maar hierin naar Reut. Laat ze een beetje aan de praat. Vraag wat ze willen. Even nogmaal gewoon wat ze willen en hoe en wat. Laat hem maar. Ik zit nu al in een Zulu. Ik ga nou maar daar blijven. Oké. Okay. Moet ik verder onderhandelen? Of, want ze zijn niet, helemaal niet duidelijk namelijk. En ze zijn alleen op zoek naar een wapen volgens mij. Wat ze willen hebben. En die, volgens mij hebben ze die niet. Dus ik heb de nummers opgeschreven in ieder geval. Oké, ik ga even nog een keer praten dan. Wacht even totdat Zulu is. Ja, precies, inderdaad. Hé, als je nu niet naar binnen komt, een van de hostages gaat in. Hoi. Jullie krijgen zo meteen een vrije doorgang. Nee. Ik ga met mijn Zulu nu de lucht in, heel hoog. U zei net dat u een vrije doorgang gaat bouwen. Nu gaat veranderen. We hebben alles al zo gezet dat hij een vrije doorgang krijgt. Dus wij gaan ze op de weg, dan kunt u gewoon vrij uitgaan. Ik denk dat uit de hand gaat lopen. Hallo, hey Kees-Jan, hallo, leuk dat je erbij bent, jongen, welkom. Hoe is het met jou, Kees? Blijf jij hier zo? Of blijf Jantje hier? Want jullie moeten even hier blijven voor de hostage even opvangen. Als ik het goed heb, zit je daar met vier man binnen. Sorry? Ja hoor. Of Jantje, maar bijna niet uit, ja. Ja, kies maar met tussen. Ik weet niet of hij in de wagen... Als jullie even zeggen waar de hostage heen moet. Of kan ik me gewoon vrij laten hier en dan naar HB toe gaan? Ja, kan je ook doen. Kijk maar hoe het afspeelt. Maar wij moeten in ieder geval nu weg. We geven ze vrij doorgang. Dus onze auto's moeten allemaal even weg. En dan kunnen ze weer doorgaan. Ik kan de BMW meenemen. Ligt eraan wie van jullie de hostage slaat. Maar kies me lekker samen. De hostage wel, In ieder geval rij alvast even de auto weg. Tenminste op een verdekte opstelling waarna zij hem niet zien. Brent, ik zet jouw auto ook even op slot. Mijn prachtbak, ik weet niet of die op slot zit. Negatief. Wel voldoen, hè? Nee. Oh, als die gestolen wordt, pak hem zo bij zijn lur. Nou, ben benieuwd, Wil. Iets hoger roos, want we horen. Vanaf nu stilte, jij gaat de hostjes doen. Wat zeg je? Ze rijden nu. Rij weg. Ja. Zo hoog genoeg of hoger? Volgen. Oké, ik koppel aan als bij die achtervolg. Meneer doet de breaktest hier. Achtervolging, koekoe! Stijn, thanks voor je volle leuk dat je erbij bent, welkom! Hier is een... Zulu zit er ook achter. Zal ik ook aansluiten? Positief.
Onder de brug kan ik niks zien. Waar is die heen? Hij rijdt verder. Hij is nou te hoogte van het blokkenpark. Ja, positief. Nou, maar zo blue zitten we. Dus de hostess moet iets privé doen, geloof ik. Dus die duurt 5 minuten, zegt hij. Maar moet ik daar 5 minuten op blijven wachten? Nee, dan loop je gewoon lekker weg. Nee, ik wou zeggen, als ik vraag anders aan hem of hij nog iets van slachtofferhulp wilt. Of die nog is geschrokken of zo. En als die daar niet allemaal is, dan kan je met rust laten. Kan je kan dus wegvolgen. Zou wel even zijn naam noteren? Ja. En hoe heet het? Pas op voor deze groene Mercedes. Deze is nogal een rare bestuurder. Hij gaat heel vaak op zijn remtrap. In ieder geval niet te dicht achter op hem. En Stijn, thanks voor je follow. Voor je follow, voor je host, jongen. Thanks voor je remt. Alright, ga nu de andere kant op. Hoes. De hostess wens. Ik ga even door naar over. De hostess wens de kant, dus ik pak wel de auto en ik kom wel de HB toe. Hoes. Nou, maar kan jij anders bijkoppelen bij die achtervolging? Voertuig begint te roken, OC. Ik heb geen auto op mijn beschikking. Oké, even naar. Voertuig komt op stilstand bij de winkel tegenover de stripclub over. Stilstand. Hij staat nu bij het voertuig. Hij geeft zich over. Voor lokaal. Help. Omdraaien. Help. Locatie is hier. Dankjewel. Help. Loop richting de muur met je handen omhoog. Zijn wapens opgericht bij elke dag de week boven geschoten, is dat duidelijk? Kijken, wie stond er ook bij de hostage? Ja, maar gaan we even een transportje doen. Ja, ik heel stukje mee naar achter, auto, ja, zes, ik stuur de mail, een stukje verkeerd. Ja. Ik werd aangehouden bij mogelijke verdachten bij winkeloverval. U bent niet verplicht om recht op advocaat. Doe maar lekker, ja. Kunt u er even oorloven, dan wordt er eentje toegewezen op de staat, is dat duidelijk? Ja, ja. Mooi. Jullie hebben hem? Ik kom er zo aan. Positief. Oké, Zulu keert terug naar het hoofdbureau. Eén transportje graag. Nou, gaan we door, Jantje. Zie, kijk, je mag. Ik heb gezegd, je mag. Oh, het is druk in die straat. En mijn... mijn benzine is bijna op. Net op tijd. Laat ik even een nieuwe BMW'tje pakken. Je mag even doorrijden! Maar ik moest hier iets afleveren. Ja, dat kan wel zijn. Je mag gewoon bij de voordeur, mag je zich melden bij de balie. De 32-24. Ja, naar de balie. 1. Ja, goed. Ja, is goed. Kom, de rijden, we zijn weg. De 32-24 staat... Dat is vernomen. Is er een collega waar ik mee op pad kan? Of moet ik alleen gesurveilleren, zeg maar? Ga maar rollen. Kijk, zit hij nog in dit busje? Ik heel direct snel uit, dankjewel. Ja, die andere wel, hier zit nog iemand in. Nee, grappig, Freek. Pardon? Je mag alleen gaan. Oké, meneer, mijn collega gaat u uit het voertuig halen, pas op voor je hoofd. Ja, maar als kan handboeien iets minder is pijn aan hand. We zullen de handboeien straks afdoen in uw cel. Nee. Jawel. Je mag even blijven staan. Toen ik ga nog naar binnen, man. Sorry. Welke provincie woon jij in Noord-Brabant? Zo. Ik wil deze. Dan kan ik alles. U mag het masker afdoen, meneer. Ja, het voel ik kan niet, het is handeloos. Ik geef je handen maken. Zeg je, Bill? Hij moet even meneer zijn handboeien afdoen. Oh, zo. Er waren er twee, toch? Waar is die andere dan? Zit hij nog in die auto? Volgens mij hebben ze die naar het verhoor gesleept. Ga even controleren. Tfoe, wat is deze kutplek, maat? Ja, zit iemand in het verhoor. Ik ga even kijken of de deur afgesloten is. Ja. Ik kan me niet heugen dat die deur afgesloten achterdeur. Is. Achterdeur. Ja. Achterdeur heb ik dicht.
Ah, geen open, goed bezig, Jantje. Even deze deur nog even doen. En hoppakee. Tududun. Heb ik nou zijn deur opengemaakt? Nee, toch? Nee, oké, top. Iedereen koppel alsjeblieft aan deze winkel. Freek, stap maar anders bij mij in de Zulu, dan heb je meteen je Zulu training een beetje. Hij en hij is gestopt. Ja, iedereen moet... Laat maar zeggen. Ik voel wanneer is stammen. Geef me zo. Goed, meneer, je bent aangehouden voor het overvallen van de winkel. Ik voel dat was ik. Vluchten voor de politie. Ik was niet. Het enige wat ik moest doen, ik moest autoret jullie bezighouden. U moest wat? Ik moest jullie bezighouden met... Je bestaat er geen reet van wat die zeggen. Inderdaad. Nou ja, eens even kijken. U mag eventjes uw ID aan mij geven. Ik ben alweer vergeten hoe die heet. U mag even uw ID aan mij geven. Ik moest met autoret. Ik moest jullie bezighouden. Ik niks gedaan. Ik enkel met autoret. Ja, als je ons bezig aan het houden bent, dan ben je toch medeplichtig of niet dan? Nee, ik was auto aan het red. Ja, kan wel zijn. Is dat verbod? Ik weet niet, waar komt u vandaan? Geef eens maar eens even een ID-kaartje, meneer. Juist. Ik wil weten, is het verbod om met auto te rijden? Wel op de manier dat jullie rijden, ja. Inderdaad. Toe, het is een straatrace, is mag toch? Ja, misschien in jouw deel van het land, maar in Nederland niet. Ja, die zijn een beetje interessant te doen, volgens mij. Ja. Ik ben vluchteling. Moet ik maar eens even een autootje pakken, boxen we mee. Kijk toe. Kan. Goed, mag ik even ID geven? Hier, als ja. Bekkier, sector. De 13, de andere meneer daar is Eduard Melkenbeek. Heb ik even mails op gekocht, maar staat niks van hem open of los, geen boetes of niks. Boete geven, misschien dat hier te staat. Collega, kun je even afstand houden, dus heb je dadelijk een actie op hier in je gezicht. Roos, hoe krijg je trouwens die melding dat er werd geschoten in de lounge? Want ik heb geen melding of iets dergelijks. Ik heb een melding. Oh, oké. Okay, ik heb een melding, er wordt geschoten in de loungebar, 2 minuten geleden. Ja, die melding heb ik ook gehad via de mobiel. Ja. Dan heb ik er gewoon gemist. Nou, vaag. Wapen veranderen, weet ik niet. Ja, dat denk ik, ja. Dan ga ik hem geven overlast op de openbare ruimte en het vluchten voor de politie. Maar eindelijk kan ik hem niet geven, hij was de bijrijder, dus dat ga ik niet doen. Dat is goed, dan ga jij even een advocaat regelen en dan zorgen wij dat er iemand... Ik loop even naar boven. Jullie in behandeling nemen, ja? De gegijzelde staat boven, geloof ik. Daar zat er. Ja. Dat is zo vervelend, op het laatste moment nog een advocaat moeten hebben, jongen. Dat is toevallig, ik ook. Ah, lekker man. Brabant de gekste. Wil die andere meneer is de heer Melkenbeek. Eduard Melkenbeek. Ja. Die heeft verder niks, zag ik, onder mails. Maar die zit nog beneden in de verhoor. Alleen de gijzelnemer die zou hier zijn bij het bureau, maar ik zie niemand. Ik heb nummer gekregen. De gegijzelde, zeg maar. Advocaatbureau. Nou, ik zie niemand. Heb jij iemand die mij kan helpen? Nou, ik ben benieuwd hoe we dit gaan oplossen, jongens. Nee, ik zie niemand. En die meneer heeft dus nou naar de cel toe? Ja, meneer in de cel zit, die wil graag een advocaat hebben. Ben ik al met de heer aan het praten, hier, hoor. Even kijken of dat te gaan lukken, en anders ja. Ik weet niet of wil jij het afronden, of zeg je van, ga de straat op. Ja, waar ik mij niet zoveel uit wil, zeg jij maar. Die andere meneer zit ook nog binnen beneden. Daar is nog helemaal niks mee gedaan, geloof ik, hè? Ja, die in de cel zit, bedoel je? Nee, die in die voorkamer. Er zit een man in de voorkamer, hè? Ja, ik heb hem daar niet ingestoken, dus... Ja, ik ook niet. Ik heb geen idee wie dat is. Ja, dus ik kan er ook niet aannemen. Dat is Eduard Melkenbeek, Wil. Maar die heeft niks op zijn kerenstok. Ik denk van ja... En die andere dan? Wie was dat dan? Die was betrokken bij die winkeloverval van ons. Die zit in de cel. Ik denk die andere ook, want dat is ook een Belg, hè. Nou, die meneer in de cel, die klonk niet als een Belg, hoor. Nee, Mark... Ja, hè? Ja, klopt. Klopt. Ik loop hier nog met een kogelvierende vest om, man. Ik schouw me de kilometers meer dan ik. Ik krijg het ook Spaans benauwd. Je hebt een andere vest dan ik. Ja. Hey.
Goed meneer, heeft u contact willen leggen met de advocaat? Voel ja, ik heb met Pol gebeld, je kent hem misschien. Oh ja, Polletje, die kennen we wel. Ja, hij ging iemand sturen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ja. Voel, als je... Weet je waar die andere man lopen wil? Sorry? Hey, voel, meneer, kom eens. Ja. Voel, ik wil jouw naam weten. Wil mijn naam weten? En wat is de reden dat je mijn naam wil weten? Hoe wil je mijn ID maar zien? Thomas, hoe wil je doen? Kom maar even een politiebureau. Hou je maar best mijn ID zien. Tijmen, zo lieverd. Ah, dank u. Dat is echt niet leuk. Moet je houden? Oei, oei. Yes! Is niet goed. Nou. Ik vind die kleine beetjes, hè. Kom, ik kan hem geven. Kom even naar het politiebureau Roos en dan pakken we even deze pakje naar overzoek. Ja, kom maar aan. Ik ben er ook bij hoor, of loop ik er nee, is bijna niet. Ik heb de wiel bij vandaag. Sorry, ik wil andere meneer. Nee. Jij bent geen DC, dus je kan mee. De heer Eduard Melkenbeek zit in de verhoorkamer. Wie heeft die daar ingestopt en wat gaat daarmee gebeuren? Want daar weten wij natuurlijk helemaal niet en van. Ik heb hem voor de collega's heb ik hem die kant op gebracht. Want hij was als goed als de hostage of wat dan ook. Maar ik wil in ieder geval even nachecken. Want hij zegt dan natuurlijk dat hij in de drugshandel is geweest. Ik weet niet of iemand dat even kan nachecken of hij daar sowieso al is voor gestraft ooit keer. Die was nagetrokken en hij komt daar clean uit de database. Oké, en voor de rest, is het zijn broer of wat dan ook? Negatief. Het is Eduard Melkenbeek. Oké. Ja, daar kunnen we er weinig mee, daar kunnen we hem vrijlaten. Goed, ga ik dat doen. Ja, maar hun moeten dat toch zelf afhandelen, of niet? Eigenlijk wel, ja. Ja, toch? Meneer Melkenbeek, u bent vrij om te gaan. Wat blief? U bent vrij om te gaan, u mag gaan. Vreselijk stem. Dank u wel. Ik kan wel even een advies geven, even langs het ziekenhuis te gaan, want uw stembanden klinken niet helemaal, dat je zegt, van netjes. Nee, ik weet geen... Het is tot. Het is tot. Wat doe jij hier, smerpijp? Ik heb jou beter de kop niet geslaan. Freek voor de 13, kom eens uit over. Ja, hier is Freek voor de 13, zeg het maar. Yo Freek, ben je in de gelegenheid om even naar HB te komen over? Ja, ik ben vlakbij, kom eraan. Ja, is genomen. Is genomen. Genomen. Collega. Oh, lekker hoor. Gaan we nou allemaal genomen zeg. Laten hey, we Freek gewoon... vieze dikke. Dat ding afhandelen. We geven de zaken en dragen we de zaken naar boven, dan gaan wij weer naar buiten. Ja, dat lijkt me wel. Roos, ik zie dat heren uit de stad zijn. Oh, serieus? Positief. Pak wapens voor niks. Dus kunnen we dit morgen gaan doen. Ja, helemaal goed joh. Ja, mooi. Maar dan ga ik uw dienst. Is goed in. Ik wens iedereen een fijne avond, jongens. Zal het toch wens. Vanavond mag ik José overnemen. Vanavond. Ja, doe maar. Yo. Freek, ik verwacht je komst bij het cellencomplex, over. Hoezo het cellencomplex? Omdat we daar misschien iemand in hebben zitten. Wie nu weer? Ja, die gozer van die overval. Daar kan Freek niks mee, hè? Nee, maar wij gaan de zaak aan hem overdragen. Freek was er niet eens bij. Nee, maar wij wel. Wij kunnen de zaak overdragen. We hebben alles op papier. Ah, mooi. Er zou een advocaat komen, maar ik zei hier al 10 minuten wortel te trekken. Ja. Ja, goedenavond. Dag, goedenavond, Freek. Hey, Wil. Hey, zit er beneden iemand in hetzelfde complex? Ja. Gozer is betrokken bij winkeloverval. Vlucht voor de politie. Als jij die boetes uit kunt schrijven. Meneer, wel gezegd... Ja, meneer is wel gezegd dat hij een advocaat wil, maar we zijn inmiddels 10 minuten verder en ik sta beneden een beetje wortel te trekken. Maar wil hij een advocaat even. Kansloos uit of heeft hij zelf een advocaat? Ja, wat hij zei is dat Pol een advocaat zou sturen.
Ja. Maar ja, het is inmiddels, zoals ik al zei, 10 minuten later en er nog steeds niemand hier. En wat voor boete, wat is de boete die we nu moeten krijgen dan? Hou het maar op, hinder bij openbare, wat was het? Even spieken. Even spieken. Hinder bij een openbare... Hallo! Ja, ik kon het boetebedrag voor overval niet vinden. En wat is de naam van meneer? Ja, die buitenlandse naam. Ik ben hem even kwijt. Wacht even. Ja, Bekir. Sektir. Sektir. Boe! Bravo Echo Kilo India Romeo. Sierra Echo Kilo. Ga je de Tango. Naam maar even opnoemen. Ja, dat bedoel ik. Ja, nee, duidelijk. Hallo. Bekir. Bekir. Bravo Echo Kilo India Romeo. B-I-K. B-E-K, Bek. B-E-K, ja? Ja. Dan de I en dan de R. Bek, R. Zonder Q, hè? Ik snij die anders. Zonder Q. Er is toch zonder Q? Ik heb er helemaal geen Q gezegd, jonge hondenlul. Je noemt toch geen Q? Nee. Nee, daarom vraag ik dat, zonder Q. Ben je nou achterlijk, of doe je maar alsof? Ja, ik ben zo achterlijk. Goos, je kunt toch niet werken met die gozer, hoe is die nou? Goddomme. Hé, ik heb hem niet aangenomen, hè? Ik zei Bekir. Zit daar een Q in? Lul. Ja, maar dat zeg ik toch zonder Q. Hey, lik me reet. Nou, dat wil ik liever niet. Nou, als je het niet hoeft. Nee, hoeft niet. Knowledge. Is alles duidelijk, of niet? Ah, ik denk het wel. Ja, gaat wel lekker. 22 staat. Geef maar bekeuring voor een overval en stop maar een gepaste tijd de cel in. Maar aangezien hier alle tijd zit, maakt er maar was het, een minuutje of 20 van, 15. Oh, Sektir zit er, Sektir Bekir. Ja, die ja. Hij zegt dat dan. Hé, raad eens, er zit geen Q in. Lul. God, meen je niet? Londertje. En daar rent hij ook maar weg, hè? Ja, dat is jammer, hè? Je kunt geen gesprek met de voerder. Meneer, die heeft het ook nog fout gedaan. Oh, toch wel. Wil, we staan hier wortel te schieten. Dan rij je ook maar gewoon weg, hè? Ik heb bij mij wel een gesprek aan gehad, maar wel op niveau. En bij jou is het niveau ver te zoeken, dus denk ik loop maar weg. Je hebt hem al een boete gegeven. Nee. Nee, rent maar weg. Welke heb ik gegeven dan? Londertje. Het is daar dat je hem een gevangenisstraf gaat geven en betrokken bij winkeloverval in de stad. Ja, maar die boetes had niet gegeven, ik heb alleen het verbaal opgezegd. Oh nee, ik ga maar. Maar de boetes moeten er uitgedeeld worden. Hey, is hij al zo snel in? Er staat ook bij dat hij gevangenisstraf heeft, hè? Maar hij zit ook dus steeds beneden. Oh, nou ja, dan heeft hij toch ook gevangenisstraf? Nee, ja, voorarrest, lul. Ja, nou ja, dat telt, hè? Dat telt mee, Klaus. Nee, wij mogen mensen dus over een bepaalde tijd een voorarrest houden voordat ze naar de gevangenis gaan. Ik vind het wel heel mooi dat je continu... Hey, moet ik hem nou al alles leren, heer, of zit dat? Ga nou gewoon... Ja, hé. Wil, zal ik pollen... Dat we elkaar niet onderbreken. Stik erin, man. Ja hoor. Freek, succes ermee. Fijne feestdagen. Ja, nee, jij ook goede kerstdagen. Ja, gelukkig nieuwjaar. Moet ik Pol bellen voor die advocaat, of doen ze dat zelf al? Ja, dat doen we wel. Oké. 3808. Aan 08. We zouden misschien even snel over mogen stappen naar een A6 en hebben we een snelvoertuig dan bij. Negatief, we vertragen geen toestemming tot van de analytische specialisatie. Wat is de De 21, de 12 bedoel ik, kan overstappen naar VP als er hier geen VP is. Graag alle auto's. Doe dat maar even snel dan. Graag degene die in een noodhulpvoertuig net reed, die moet zo meteen even de hostage ontvangen. Praat met de hostage graag. Moet de Zulu hoger? Horen ze ons of niet? Ja, maar de hoge Zulu is te zien. En hoorbaar. We gaan het echt in. Hij steeg naast de bank. Nee, hij staat. We zijn hoger. Als ik die auto mag geloven, gaat hij dan. We zijn met vier man binnen. Ik denk linksaf. Hij gaat die kant op, denk ik. Ja, of rechts, ja. Het is lastig te zeggen. Die BMW en die bus moeten. Kunnen we er niet één proberen te taseren? Dan hebben we in ieder geval iemand. Gaan wij niemand taseren binnen? Is die BMW al weg? Achtervolging wordt er geschoten. Ter attentie, één lid van Bravo is uitgerust met flashbang. Doe maar geen actie ondernemen. De hostage staat te veel in de voorgang. Als we nu een flashbang naar binnen zouden gooien, zouden we mogelijk kapot kunnen gaan. In ieder geval de hostage kapot kunnen gaan. Contacteren en ik laat hem een foto
op de sociale media sturen. Is dat goed? Er staat ook nog iemand achter het gebouw als er één noodhulp mogelijk die kant op kan checken voor de veiligheid. En zorg dat hij die burger weggaat. Nee, wel met kleren. Doe maar niet naakt. Anders dan is tegen de TOS van Twitter. Ze zeggen dat ze nog een hostage hebben. Als we een achtervolging gaan, dan gaat die hostage dood. Gewoon achtervolging gaan doen. Het kan heel vaak is dat een bluff verhaaltje. Oké, stuur jij hem zo. Ja, als wij geschieten kunnen, gaan ze de hostage doen. Schiet nog maar niks. We gaan gewoon die achtervolging starten en we gaan kijken wat eruit komt. Wat snel. Persoon achter de baan. Al die auto's moeten weg. Al die auto's moeten weg. Ik weet niet waar die Audi Nick weer vandaan komt. Die moet ook weg. Alle auto's die voor staan graag verplaatsen. Ze verdek je gestel ja, op. Die bus moet weg. Graag alleen de noodhulp die onderhandeling is, die mag blijven staan. Ja, mijn B-klasse is weggekaapt, dus ja, lekker. Dat is geen probleem. Doen we niet. Zeg maar dat ze de vrije doorgang hebben. Go! Oké. Okay. Graag nu al komen rijden, Audi. Let op haar gevaar. Helikopter terug gaan, joh. Toestemming, Pit. Toestemming, wanneer veilig. Nu zit er te veel om de burgers heen. Niet doen. Graag als die de snelweg op zou mogelijk gaan of een gangetje in, pit hem daar maar in. Yes, maar niet hier. Hier rijden te veel burgers. Let op haar veiligheid. Raal. Hij gaat mogelijk naar het vliegveld, mogelijk is daar iemand voor transport voor hun. Ze gaan het vliegveld op! Er is geschoten! Er worden flinke geschoten gelost. Positief. Ze hebben toestemming als ze uitstappen geschoten. Je kan hem hier pitten. Is hier mogelijk ergens een helikopter? Let op! Ze hebben mijn band, Ik zie een vliegtuig op de landingsbaan staan. Pas op. Staat een vliegtuig. Waar staat dat vliegtuig? Box dat vliegtuig nu in. Zulu gaat langzaam landen. Er zit al iemand in het vliegtuig. Piloot. Neutraliseer persoon desnoods voor die in het vliegtuig. Piloot dood. Pas op, nu gaat een Zulu landen. 13 heeft de piloot is uitgeschakeld. Er zitten 3 man achterin. Nee, je ziet iemand maar. Pas op, komt persoon naar buiten. Handen zien nu. Handen knielen. Hey. Knielen. Het gaat er wel de schoot. Stop met schieten. Neutraliseer het. Die andere heeft zich overgegeven, die heeft zich omgekeerd. Ik zie nog één iemand in het vliegtuig zitten. Is positief. Moet die meneer in de boeien slaan? Eerst deze meneer in de boeien slaan, gaan we het vliegtuig checken. Meneer in de wagen zetten. Oké, er zit er nog één in. Er ligt een wapen op hem. We gaan hem er mogelijk uit moeten helpen. Want meneer wil niet meewerken. Kunnen de collega's even de sirenes uitzetten? Als één collega bij de deur gaat staan, ik kan hem taseren.
Ik heb een taser. Wie van jullie, wacht even, wie van jullie heeft de flashbang? Meneer is uitgestapt. Hij gaat er vandoor, Twee personen geneutraliseerd. Hey team, dodelijk schot gelast op piloot. Yes, van ook. De 21 had ook dodelijk schot op de twee eerste piloot. Ja, is geen probleem. Drie man geneutraliseerd, wapens afnemen. Goed werk, collega's.